الثالث من أركان الإيمان الإيمان بالكتب. در the pillar van de pillar van iman is het geloven in de geopenbaarde boeken. نؤمن بأنها كلام الله. وخلوفه dat het woord dat het de woorden van Allah عز وجل zijn. الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام يليق به سبحانه وتعالى لا يماثل كلام الخلق. Allah spreekt met woorden die toepasselijk zijn voor hem en deze woorden zijn niet gelijk aan de woorden van de schepping. ونؤمن بأنها منزل لا مخلوقة. En wij geloven dat de Koran en het woord van Allah, al deze boeken, het woord van Allah, geopenbaard zijn en niet geschapen zijn. ونؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أنزل مع كل رسول كتاب. En wij geloven dat Allah met elke boodschapper een boek heeft geopenbaard. نؤمن بجميع الكتب. We geloven in alle boeken. وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائها. En de namen die daaraan zijn gegeven. وأخبارها وأحكامها. En haar regelgevingen en alles wat daaraan verbonden is. وأن القرآن خاتم لهذه الكتب وناسخ لها فلا نطالع إلا الكتاب والسنة لا نؤمن بهذه الكتب لكن لا نطالع ما فيه نطالع فقط ما ورد في الكتاب والسنة والله أعلم. We geloven in deze geopenbaarde boeken en we geloven in dat de Koran het laatste boek is en de voorgaande boeken geabrogeerd heeft, dus vervangen heeft. En wij bestuderen ook niet daarom de boeken die voorheen zijn geopenbaard en wij houden ons aan het laatste boek, het boek van Allah Azza wa Jalla, Koran.